Goed, deze week gaat het natuurlijk allemaal over de wedstrijd van zondag. NEC tegen Vitesse. En vandaag praat ik met Erik Meijers. Sowieso NEC-watcher, maar natuurlijk ook trainer. Trainer van Spakenburg, maar ook bij Achilles geweest. En natuurlijk ook een verleden bij NEC, of niet? Als voetballer wel, ja. Tot en met de jeugd, ja. Ja. Maar daarna heb ik nooit geen enkele functie gehad. Vind je dat jammer? Ja, dat vind ik wel jammer, ja. Maar goed, mijn carrière is nog niet voorbij. Nee. En er komen altijd weer kansen in de voetballerij. Dat is inderdaad ook zo. Maar dan ken je het gevoel wel van de derby, hè? Hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ja, goed. Ik kom hier natuurlijk al meer dan 50 jaar. En wat dat betreft heel veel thuiswedstrijden gezien, ook in de oude Goffert. En natuurlijk ook altijd de derby mogen aanschouwen tegen Vitesse. Ja, dat zijn natuurlijk speciale wedstrijden. En dan moet eigenlijk het onderste moet bovenkomen. En ja, belangrijk daarbij is dat je wel natuurlijk intern de rust bewaart. Maar aan de buitenkant gebeurt er natuurlijk in zo'n week van alles. En dat is natuurlijk wel prachtig. Nou heb jij een derby meegemaakt, onder andere natuurlijk bij Achilles, met de Treffers. Nu ook bij Spakenburg tegen IJsselmeervogels. Zit er nou verschil in? Nou, uiteindelijk blijft een derby. Alleen, NEC Vitesse is natuurlijk weer groter als Spakenburg IJsselmeervogels. Ja. Maar uiteindelijk heeft het wel dezelfde raakvlakken. En het doet natuurlijk altijd iets met de emotie van de mensen uit de stad. En in dit geval doet dat met ons als Nijmegenaar ontzettend veel als je tegen Vitesse moet spelen. Kun je dat verklaren eigenlijk? Wat maakt het nou zo bijzonder? Want ik heb het idee dat het juist in deze regio, juist Nijmegen tegen Arnhem, dat veel meer leeft dan dat ik bij andere derbies zie. Ja, dat klopt. Omdat die derby is natuurlijk altijd ontzettend beladen. Kijk, als ik naar de geschiedenis mag vertellen. NEC is altijd beter geweest dan Vitesse. En op de eeuwige ranglijst van de eredivisie is Vitesse volgens mij een jaar of drie terug pas NEC gaan passeren. Dus NEC is altijd de grote broer geweest van Vitesse. Maar ik heb altijd meegemaakt dat NEC in de eredivisie speelde en Vitesse in de eerste divisie. Ja. Dus in mijn beleving is NEC altijd beter dan Vitesse geweest. Totdat het Gelredome werd gebouwd en uiteindelijk met Karel Abels natuurlijk wat meer centen de overhand gingen nemen. Ja, en uiteindelijk is Vitesse in de laatste 15 jaar natuurlijk boven NEC geëindigd. Maar als je dan nog verder teruggaat, ja, dan is in mijn beleving Nijmegen ook veel meer een voetbalstad dan Arnhem. Nou ben je zelf trainer. Wat voor invloed heb je als trainer nou op zo'n spelersgroep voor zo'n derby? Moet je ze nog extra motiveren of is dat niet meer nodig? Of moet je ze juist temperen? Want dan gaan de emoties dan te hoog en dan loop je tegen rode kaarten aan. Hoe ga je daarmee om als trainer? Nou, ik denk dat je als trainer altijd een doorslaggevende stem hebt. En je bent eindverantwoordelijk voor die wedstrijd. Dus jij moet in die week alles doen wat binnen jouw vermogen ligt om jouw ploeg zo goed mogelijk te prepareren en te zorgen dat je die derby wint. Nou, een derby die win je altijd buiten de lijnen. Dus dat betekent dat jij, zeker op psychologisch vlak, de jongens op de goede momenten scherp moet krijgen. Om ervoor te zorgen dat ze in die 90 minuten op zondag beter zijn dan de tegenpartij. Maar ja, je zit je misschien afgelopen jaren of misschien wel als klein ventje op de tribune. Welke NEC Vitesse is jou het meest bijgebleven in al die jaren? Ja, dat was natuurlijk niet zo'n leuke. Want toen won Vitesse hier door een vriend van mij, Rick Hilgers. Oh. Die komt uit Wijchen en die speelde toen bij mij bij Hatelt in Nijmegen. Ja, en die was op dat moment niet goed genoeg voor NEC. En Vitesse vond hem wel goed genoeg. En uiteindelijk is hij bij Vitesse beland met Bert Jacobs als trainer. En toen zijn ze in de eredivisie volgens mij nog een keer derde of vierde geëindigd. En hebben ze gewoon ook de beker gewonnen met Vitesse. En toen scoorde Rick Hilgers hier in een lege Goffert wil ik niet zeggen. Dat was nog de oude Goffert. Ik denk dat er misschien 8000 mensen zaten. Maakte hij twee goals voor Vitesse. En dat was natuurlijk een hele rare situatie. Omdat hij van Hatert kwam, zaten wij daar met Hatert op de tribune. Ja, wij vonden het toch wel voor hem leuk dat hij twee goals maakte. Maar goed, NEC verloor die wedstrijd wel. Maar ik moet zeggen, ik herinner me ook wel veel thuiswedstrijden met de winnende goal van Rutger Worm. Ja. Ja, nou, zo kan ik misschien nog wel een paar voorbeelden noemen. Ja, ik hoop dat Bart van Rooij de bal in de kruising schiet en dat de voorzet van El Khorani bij de tweede paal binnenvalt in de laatste minuut. Ja. En dat dan de winnende goal is. Dus dan zeg je 2-0? Dan zeg ik 2-0, maar ik ben met 1-0 ook al heel erg tevreden, hoor. Oké, nou, we gaan het zien zondag. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan.